weet niet hoe moeders het doen hoor. Kijk. Ja, mama. Dag Lilo. Dag Lilo. Voor de deur. Oké. Met er is geen plek op de Keizersgracht hoor voor Politie Hotel. Jawel. Kijk. Oh, wat schattig. Hebben jullie dat gedaan? Samen? Lief, hoe mooi is deze tas? Kijk er nou even glitteren. Dit is gewoon zonder enige filter. Oh, hoe beeldig. I love it. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Dank jullie wel allemaal dat jullie weer kijken. En we hebben heel veel in deze vlog, want ik ga met Mike naar Busy for Juno Release Party. We gaan samen naar het event van Douglas, waar ik voor nog even rockers naar school voor het allereerst heb afgezet. We gaan een dagje naar Amsterdam om een nieuwe piercing te zetten. Jawel, jawel. En ik krijg een nieuw vloerkleed in huis en heel veel thuisbeelden nog. Sjoe gaat ook nog rockers naar school brengen, heb ik al gezegd. Ja. En onze verjaardag. Onze b-day niet te vergeten. Onze b-day, want we zijn 28 jaar geworden. Dus blijf onze vlog kijken, girls. Blijf een hele leuke vlog. Blijf abonneren. Duimpje omhoog. Love. Reiners. Waar gaan we heen, Rocket? School. Gaan we naar school? Ja. Is het je eerste schooldag? Ja, de rugtas gaat ook mee. Wil je deze op? Ja. Op, deze zo. Draaien. Draaien. Oké. Het staat hier mooi. Mama, op het dak. Wat zeg je? Op het dak. Moet die boor mee? Ja. Zal ik hem erin stoppen voor je? Ja. Oké. Okay. Gaat vandaag voor het eerst naar school, hè? Voor het eerst naar school. Met je super mooie tas. Mooie dino-tas. Ja, je bent een hele mooie dino-tas. En kijk. Mama. Ja, ik ga hem eventjes voor jou erin doen. Zo. Kijk, hij zit erin. Draai hem om. Draai hem om. Zie je? Hij is mee. Gaan we dan? Ja, ga je. Ja, ga je. Daar gaan we. Naar school toe. Naar school, liefde. Met je mooie rugtas. Zelfde gekleed als mama. Wat doet het niet? Wat doet het niet? Ik dat doet het niet. Doet hij het niet? Nee. Oh. Ja. Ik weet niet hoe moeders het doen hoor. Oh ja. Niet huilen in de vlog. Ik heb er ook nu een half uurtje achtergelaten. Oh, oh, ik moet zo nog naar een event door ook. Dan kom ik daar met huil ogen aan. Ik heb er ook nu een half uurtje daar bij de peuterzaal gelaten. En ik blijf in de auto wachten. Voor als hij wel wordt gebeld dat het echt niet gaat. Het ging gewoon helemaal oké, alleen hij moest natuurlijk wel huilen toen ik wegging. Maar goed, ik hoop niet dat hij blijft huilen, dat hij nu gestopt is met huilen. En anders ben ik er binnen 1 seconde, want ik blijf dus in mijn auto wachten. Ik ga niet naar huis rijden, ook al is dat 5 minuten hier vandaan. Het is toch weer 5 minuten dat hij dan langer daar zit als hij dat niet zou willen. Dus ja, ik zit niet in mijn auto. Oef, vreselijk. Vertellen ze niet bij moederschap de eerste schooldag wat een horror is voor de mama's. En ook de papa's, maar in dit geval ben ik het in mijn eentje gaan doen. Maar dat zou ik niemand adviseren. Oh, oh, oh. Wat een horror. Maar goed, hoort erbij. Loslaten. Ja. Heb je het leuk op school gehad? Ja. Ja, hè, Rock? Mama en papa zijn hier, Rock. Oké, hoe was Rock zijn allereerste schooldag? Jill wordt wel emo. Vreselijk. Nee, ik heb haar altijd beloofd om niet te huilen waar Rock bij is als ik hem naar school breng. Kom maar op schoot zitten dan. Kom maar op schoot zitten dan. Als je het over degene hebt.
Rok, oh, hoe vond je school? Hoe vond je school, Rok? Vond je school leuk? Juf Marja. Juf Marja, hè? Juf Marja. Nee, ik heb altijd beloofd om niet te huilen waar Rok bij is. Dus ik ben gewoon heel stoer weggegaan. En daarna heb je wel mij gebeld, of eerst Mike? Nee, want Michael dacht dus nog te slapen. Dus werd nog niet wakker de eerste keer. Daarna wel, dus eerst jou. En toen dacht ik, oké, ik kon niet huilen, want we moesten door naar een Douglas event. Maar het is natuurlijk hartstikke goed voor zijn ontwikkeling. Maar als zo'n kindje zo erg gaat huilen als je echt weggaat, is het nooit leuk. Maar hij vindt het echt leuk, het valt echt mee. Het is superleuk. Nou. Nee, maar ik bedoel, hij blijft echt wel tot 11. Ja, hij blijft gewoon. Hij blijft gewoon al anderhalf uur. Het is een hartstikke leuke school, ze doen het hartstikke goed. Ik ben er super blij mee. We hebben er zelf ook nog op school gezeten, dus we hebben dezelfde juf gehad. Ja, en hetzelfde lokaaltje, dus het is ook nog, dat was beetje ook wel jeugdsentiment. Dat is ook wel heel emo hoor. Als jij er zo staat, zou je het ook raar vinden. Ja. Maar wel weer heel erg leuk dat Rob dan juist daar weer op school kan. Ja, dus dat was echt super leuk, maar op dat moment niet. Ik zei ook, ik weet niet hoe moeders dit doen. Nee, maar dat was ook echt de allereerste keer dat ik hem echt moest afzetten. En daardoor naar een Douglas event, dus het was echt emoties van, het ook, van very high to very low. Ja. Tot weer daar. Oké, nog vol in emotie. Nu naar een event van Douglas in het Pulitzer Hotel voor Mannesdag. Dus ik denk dat ik toch een oranje jurk aan doe. En Marie heeft dan mijn schoenen. En hier de tas. Ik denk toch dat ik het leuker vind. En mijn haar is natuurlijk helemaal verpest door de stomme regen. En ik was zo in de stress dat ik wel een paraplu had. Maar niet heel goed heb afgedekt. Maar goed, ik doe zo mijn haar los. Maar ik denk toch dat ik oranje wat spannender vind. Ik vind het een beetje casual. And I like to stand out today. On this event. Oké, nou straight van de opvang. Ik wil zeggen daddy daycare. Maar van de opvang door naar een event. Kijk haar lachen. Ja, je moet even dit filmen. Oh, hij gaat weg. Dankjewel, sis. Marie die vraagt even of die rode auto daar weg gaat. En die gaat weg. Oh, nee, gewoon een plekje voor de deur. Voor de deur. Oké. Met er is geen plek op de Keizersgracht hoor, voor Pulitzer Hotel. Jawel! Kijk, mijn broek stond nog open. Kijk, ze vragen. We have arrived in the Pulitzer. We hebben een heel leuk event van Douglas. Jill is hier Aramees in de regen. In de regen, nou daar is ze. Yes. Kijk, leuk. Okay, goedendag. Ik kan het via mother. Dankjewel. Nee, ze hebben hier geen toilet. Zo leuk. Ik moet dan denken als we met een Brent Shield waren hier de vorige keer. Je ziet het zelf, zij het ook. Ja. Weet je niet allemaal waar de toilet is, Shield? Ja, niet hier in de buurt. Nee, ik ben helemaal beneden. Moet je echt. Ik ga het vragen. Nee, het is beneden. Nee, ga eerst even loop zeggen. Het is beneden. Oh. Nou, oké, dan loop ik met je mee. Hier naar rechts. Hier naar rechts. Zo haast. Ja, moet je altijd zijn, hè? Ja, maar ik wil gewoon heel even gaan doen. Mijn haar moet er ook zo gaan doen en wassen en dan. Ben je eens klaar? Die had ik zelf niet gevonden. Oh ja, volgens mij ja. Nou ja, zeg. Dat jij dit nog gaat onthouden. Oh! Heel knap van jou. Heel knap. Nou ja, dat is dol. Dol. Ik ben ook nog vlog, want het is zo grappig. Oh, de toilet. Haas hoor. Nou, dat is echt enig beeld zo. Ja, allebei ik moet een echt een fotootje maken hier. Ja, maar het licht is altijd kut. Oké. Ik moet meegaan even lekker voor de koffie. Ja, van hier op het hoekje. Ja, dat is met z'n viertjes hier gaan. Zo, we zijn op het Douglas event. En hebben we leuke naamkaartjes. Ik zit naast mijn zuster, Romee Reinders. En Jill zit aan de overkant. We krijgen een masterclass van Dylan en dit zijn alle producten die we nu gaan uitproberen. Tot brouwgels, tot make-up, tot lipstiften. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel basis make-up komen zodat je echt alles kan aanpassen. Dus can't wait. Dit zijn eigenlijk alle producten. Dylan staat daar voor de masterclass. En Jill is nog met Leila aan het kletsen, kennen wij vroeger. Hoe leuk, we hebben er zin in. Kunnen denken. Ik ben zelf geen moeder, surprise, maar ik kan me wel voorstellen dat het geen gemakkelijke taak is om moeder te zijn. Om maar altijd leuke dingen te moeten doen, voor jezelf moet leuke dingen willen te doen. Met je huidtoon hier, dan kan je dus echt lekker zo nog pakken en gewoon echt helemaal erin. Dan mag je dus echt best wel wat blenden. Meer aanbrengen. Zij heeft al best een dus ik ga ze niet meer hier naar achter. Romee, laat eens even zien. Nee, laat jij maar zien. Ik ben terug aan het vroeg. Oh. Ik neem zelf even voor. Een beetje verder uit elkaar staan, dan is het dus ook heel mooi als wat we hier hebben gedaan. Dus met die bronzer, dus dit benadrukken. Maar de
dan kan je dus ook donker ook schijnen aan de binnenkant van je ogen doen. Dan heb je net even wat meer diepte, balans in je gezicht. In plaats van dus eigenlijk alleen maar met, op die manier creëer je eigenlijk ook een cat eye. In plaats van dus alleen maar nadruk leggen, zeg maar, op het eind van je ogen. Best wel veel, hè? Ja, eigenlijk zelfs als ik net heb gedaan, groter, maar dan weer meer. Ik vind het echt, ik heb meteen weer diepte in mijn ogen, joh. Ik deed het altijd, ik heb mijn Mac ook gestopt. Nou, stom. Dus zijn het in haar ooghoekjes en dan aan het einde? Nee, zo. Ja, en ze doet ook veel meer. Ja, hier. Maar dat had ze al gedaan net. Kijk, je bezig zijn. Nou, het ziet er mooi uit. Kijk nou. Wat enig. Wat lekker. Zo. Zo. Nou, we zijn ready voor de lunch. Kijk nou, zijn vetten zijn helemaal met de initialen. En hoe lekker ziet dit eruit. Het is zo gezellig. Hallo. Hoi, Jill. En waar is Carolientje? Ja, heel erg leuk. En lekker. Zo, wij gaan. Aan onze kant is het top. Oh. Ja, maar ja. Ik ga het even uitpakken. Wat, maar volgens mij bij hetzelfde doodje. Ik pak klaar. Ja, wij hebben hetzelfde. Nee, maar dat weet je niet zeker. Je moet het sowieso uitpakken. Ik ben lekker aan het filmen, hoor. Deze meid is helemaal into de content de laatste tijd. Jee. Ja. Oh, een eau de parfum met een spray. Oeh, lekker, lekker. En ik heb van alles wat. Jij hebt heel wat. Ook een baardje, get veel. I love food. En dit is nog wat ik thuis heb meegekregen van de doekklas. Een lekkere parfum. Nou, Rocket vroeg ook aan mij wat dit was. Maar lijkt dit op water? Ja, het lijkt op water, hè? Zo parfum. Kylie Lip Oil. Oil. Palette. Allemaal lekkere dingetjes. Ja. Maar ik moet zeggen, we gingen naar het Douglas event samen met onze ouders. Ja, we waren uitgenodigd voor een Douglas moederdag event. Because we are moms now. Moms. En normaal gaan we nooit naar heel veel events. Maar toevallig hebben we deze aankomende periode echt weer heel veel leuke events. En onder andere dus van Douglas. Het was in het Pulitzer Hotel in Amsterdam. En het waren allemaal inspirerende vrouwen. En allemaal mama's natuurlijk. Mama's to be. Of ja, eigenlijk iedereen. Iedereen, ja. En Dylan deed dan een make-up cursus. Ja, niet cursus. Make-up. Hoe noem je dat nou? Nou ja, touch-up. Ja. Nou ja, gewoon tricks en... Tips en tricks. Gewoon tutorial. Gewoon tips een en tricks. Dus het was super leuk om daarbij te zijn. Was een super leuke genodigd. We hebben hartstikke mooie goodies mee naar huis gekregen. Super veel mooie cadeaus. Heel lekker eten. Daarna nadat Dylan ons een masterclass had gegeven. Masterclass. Dat is het. Ze had ook hier ons advies gegeven om hier een beetje shadow te doen. Om je neus smal te maken. Maar best wel leuke dingen allemaal. Ja. Daarna mochten we eventjes ergens anders even een drankje doen. Dan kregen we daarna een heerlijke lunch. Ja. Nou, zo gaan. En het allerleukste vond ik dat het was gepresenteerd op een dienblad. Dat voor moederdag brengen meestal ook je moeder een ontbijtje op bed via een dienblad. Dus ja, en alles was gepersonaliseerd met je initialen, tot je servetten. Dus het was echt heel erg leuk om daarbij aanwezig te zijn. Ja, het was echt goed georganiseerd. Ja. Zo, thanks Stijn. Ja. Yeah? Is hier verjaardag. Is het voor mama de verjaardag, hè? Dankjewel, mama. Dankjewel, Rocket. Dankjewel, Rocket. Oh, mama, ja? Op de wc. Oh ja, die hoort al bij de wc. We hebben nog geen deurvaten. Tududu. Hoi.
Oh, wat schattig. Hebben jullie dat gedaan? Samen? Oh. Ja. Wat lief. Kijk nou. Hè? Omdat ik het super schattig vind. Maar ik weet, je kan me niet blijer maken dan met ballonnen. Oh, ik dacht dat het een hart was. Het is een ovale druppel. Oh, wat schattig. Oké, wij zijn nu onderweg in de regen. Ik heb er opgegeven, want mijn haar is er toch al uit. En ik heb een hele mooie nieuwe Rijnerstas mee. We gaan uit eten bij Encore. En Mike en ik zijn allebei compleet fully black. Heel gezellig. Jullie gaan weer door waar je mee bezig bent. Nou, lief. Woehoe! Lekker met een flitsje. En then there is rook. Toch? Oké, ik en Marie waren gisteren jarig. En ik heb deze hele mooie bos opgestuurd gekregen. De mensen die mij kennen weten dat ik echt... Ik heb een soort van fetish voor ballonnen. Altijd als iemand jarig is, stuur ik iedereen een ballon toe. Ik hou van ballonnen dus, en van bloemen, dus dit is echt top. Dus die neem ik even mee. Dus misschien dat ik er nog een leuk filmpje mee kan maken op kantoor. En dan gaan we een werkdagje tegemoet. En daarna gaan we naar Monkey Town opnieuw. Met de kindjes, want Rocket heeft het heel goed gedaan op school vandaag. Wij zijn even een foto aan het maken voor moederdag. En ondertussen hebben ze even pauze, onze modelletjes. Ik heb Rock dit keer niet op de foto. Ja, mooie voet heeft Lilo, hè? Want alles is al uitverkocht van in Rocket's maat in het blauw. Dus het zijn nog de laatste items. En hier is Marie met die kleine Lima. Ondertussen onze nieuwe tasjes gevonden. Wauw, Lydia. Vind je die mooi, Lilo? En het roze al thuis. Ja, heb je... Oh, stoot je hoofd? Neem me over de muur aan. Tegen de muur aan. Oh, gaat ie? Lilo, wat vind je van die tasjes? Vind je ze mooi? Ja. Ja, hè? Hij is ook. Wat zeg je? Hij is ook. Ja. Er ligt er nog één. Eentje met steentjes. Babykeuken. Wil je ook naar de babykeuken? Geef er ook maar een tas. De blauwe. Of de witte. Geef maar eentje. Geef maar eentje aan Rock. Ja, goed zo, Lilo. Nee, oh, ook een kinderkijk. We hebben dit voor onszelf natuurlijk gemaakt, maar de kids zijn er dus echt helemaal gek op. Je kan het strepje er gewoon afhalen, want anders is het voor de kindjes een beetje gevaarlijk. Maar... En dan kunnen ze die gewoon tillen. Kijk. Dag, Lydia. Dag, Lilo. Rock, Lila weet al hoe ze moet dragen. En Rock die doet hem nog op zijn manier. We hebben namelijk een kleed laten ontwerpen met My Design Floors. Een organische vorm. En je ziet echt dat de woonkamer nog wat mist. Dus dit is before. En dan ga ik straks de after filmen. Zo spannend. Woehoe. Mama. Wat heb jij pinguïn gekregen? Ja. Oh, zo spannend. Papa. Ja, ja, ja. Ja. Lima. En dan kan ik vandaag mooi even drogen. Pas op, hè! Ja, die kleur past heel mooi. Heel mooi. Kijk eens! Fijn, helemaal. Het is ook fijn dat die niet het helemaal hoog. Ik vind het top. Ik vind het echt lekker. Mama. Ja! Ja, hij is heel mooi. Oh, pas op! Sorry, Jess. Ja. Dat is toch hard, hoor. Zit ik ook nog iets zaaks. Marie heeft een super mooi nieuw kleed in haar huis. Ja, Jamie en ik misten altijd een kleed in ons huis en wisten nog niet zo goed wat we nou gingen doen. En toen kwam My Design Floors eigenlijk op ons pad. En we hebben samen eigenlijk een organische vorm kleed gezocht. En vond ik qua kleur vond ik eigenlijk het moeilijkste. Want ik heb nu een beetje grijs crème tussen onze vloer en de muren in. Ja, het is precies bij je Onyxblok. Ja, het was precies bij het Onyxblok. Het is echt een prachtige laagpollig kleed. Dus niet als er ooit iets vies wordt voor de kindjes, kan je het heel makkelijk schoonmaken. Het is natuurlijk gewoon geïmpregneerd. En we zijn er echt helemaal verliefd op. Er komt binnenkort ook een winactie aan. Dus dan moet je eventjes mee. Socials in de gaten houden. Ja, en je kan dus helemaal zelf ontwikkelen. De vorm, de kleur, het materiaal, alles doen zij op maat. Ah, nou, dat is wel goed voor mij. Ja. Heb ik nu geïnfluenced. Ja, ik was helemaal geïnspireerd. Want ik hou eigenlijk niet zo van tapijten. Nee. Maar ik vond deze wel heel erg mooi staan. Ja. Ik vind alleen dat je iets meer van je bank af moet, van de ruimte. Ja, maar ik vond het juist, anders heb je zo smal. Mijn huis is zo smal. Ja, maar dan maak ik juist smaller. Maar goed, het stond prachtig. Hey, de parents gaan weer op een uitstapje. Zie je dat? Uitstapje? Laatste keer is het Tien Tien Festival. Maar wij gaan nu met z'n tweeën naar... Busy! Voor Juno Album Release Party.
En ik heb natuurlijk met mensen in het programma gezeten. En heel veel vrienden van mij zijn er. Dus we gaan gezellig samen. Zin om! Last but not least, hoe mooi is deze tas? Kijk er nou even glitteren. Dit is gewoon zonder enige filter of iets. En ik draag dan heel heerlijk de Ollie pants. Met foampjes en een cap hoodie. Ik zie je zien. Het thema was crème wit. Voor mochten jullie nog niet zien. Oké. Okay. Mike en ik zijn dus onderweg naar Busy. Hoe? Zijn release album party. Voor Juno heet het. Ter ere van zijn geboorte van zijn dochtertje. Ik ken Busy eigenlijk door het programma Celebrity Apprentice. Dus daarvoor vond ik het ook wel leuk om erheen te gaan. En, pluspuntje, het is bij Bernie's Beach Club. Dus voor de mensen die me weten, dat is echt voor mij 5 minuten rijden. Dus ja, als het niet leuk is, ben je zo weg. Maar ik denk dus wel dat het heel leuk is. Ik denk wel dat hij het even goed heeft aangepakt. Dus even de laatste dingetjes doen. En dan gaan we naar binnen. Even kijken. En ik heb lippenstift Honey Love. En dan de lipliner Cork. Van MAC. En je moest er 8 uur zijn. Het is nu ietsjes voor 8. Maar ik ben altijd natuurlijk op tijd. Dus ik ben heel benieuwd naar dit eventje. En ook wel leuk om even met Mike erheen te gaan. Want wij zijn eigenlijk... Ja, we gaan wel samen uit eten en dat soort dingen. Echt kwaliteit. Maar qua eventjes ben ik altijd meestal meer naar Fans of the Brands. Of zoals laat naar de Douglas event. En dan ben ik meer met z'n tweetjes of met vriendinnen. Dan echt met mijn partner. Vriend. Dus ik heb er zin in. En ik draag nogmaals de Ollie set. Maar ik heb overheen even een Gap hoodie. En ik heb ook nog een jas mee. Want ja, het weer. Het is dus wel droog nu. Maar als het straks gaat storten, dan heb ik dus een hoodie mee. Of een hoodie aan. Nee. Wij zijn nu bij aangekomen bij Bernie's Beach Club. Maar die zijn graag de jas niet kwijt. En er komt een aardig buitje aan. Maar goed. Wij zijn covered. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoor, schat. Naar Drukten. Dus omkleden in de tent. En ik besluit heel eigenwijs om gewoon mijn broek aan te houden. Oké, we zitten. Alleen het regent dus keihard. En dat is wel echt heel zonde. Want het is super leuk geweest. Het is allemaal leuk. Zitzakken hier. Iedereen is in het crème. Hetzelfde gekleed, zoals jullie achter ons kunnen zien. Wij hebben het ook aan. Mike heeft het ook aan. We hebben alleen heel eigenwijs onze eigen broek aangehouden. Oké, dit is dus waar Busy straks gaat optreden. Dan hebben we hier een lounge met allemaal drankjes. En daarachter is dan het zwembad. En wij zitten heerlijk op de boefjes daar. Met ons groepje. Hoe gezellig. Go get your now, wherever you go, daddy got you. You know I got your back. You know I got your back. You know. Heb zin in de zomer, man. Oké, we zijn weer thuis. Het was super leuk geregeld bij Busy. Maar het werd nu een beetje koud. En kleine Rok slaapt nog steeds niet de kleine stout. Het is bijna 10:30. Dus ik ga mama even en papa aflossen. Ja, en ik ging daarna naar onze verjaardag. Ja, het is echt vol met events deze maand. Ja. Naar de Busy Release Party van 4UNO. Ja. Wij kennen Busy van onze deelname en Celebrity Apprentice. Ja. En het was dus in Bloemendaal. Bij Bernice. Nou ja, Marie die slaapt al rond de tijd, want we begonnen rond 8. Dus Marie was niet mee naar dit event. Dus ik ging gezellig met Mike. En ik moet zeggen, heel veel vrienden van Mike waren er dus ook. Dus het was echt een super gezellig event. En ik moet zeggen, hij heeft het wel echt gerokt. Hij heeft heel mooi georganiseerd. Want je kwam aan bij Bernice Beach Club. En toen moest je je omkleden, helemaal in het crème. In zijn kleding toch? Ja, in zijn kleding. Ja. In aparte kledingruimte. Dus toen ging je door, alleen toen ging het dus knijterhard regen. Dus we moesten even stoppen, dat was wel zonde.
goed, kan je niks aan doen. Toen ging hij door naar een hele grote tent met allemaal zitzakken en hij stond daar in een kas. Ja, zijn nieuwe album te zingen. Te zingen, dus het was echt super mooi. Ja, dat is echt een hele relaxe sfeer, alles in het crème, eigenlijk hoe jij het ook je huis hebt, alles ja, crème. Ja, dat is een beetje Sunday Service-achtige vibe. Ja. Iedereen het crème, allemaal hetzelfde en dat is gewoon een heel lekker relaxed sfeertje. Ja. En heel veel diverse mensen, want ook Mike de Boer door onze deelname was er, Sjaak was er. Ja, super leuk. Dus het was echt heel gezellig. Ik heb dus ik heb wel een beetje spijt toen ik volgende dag was chill. Maar ik ga wel nu iets vaker events doen in de avond, want anders kan je nooit ergens heen. En wij moesten dus wel eerder naar huis om 10:30, want het kleine Rokje wil niet slapen met papa en mama. Nee, maar goed, we hebben het hartstikke leuk gehad. Het is vandaag de dag van onze verjaardag en wij gaan een heerlijke picknick buiten geven op ons balkon. En het is vandaag 21 graden, dus we konden geen betere dag kiezen dan vandaag. Ons picknick wordt straks helemaal geïnstalleerd en ik draag nu de Odyssey in het crème, girls. Superleuk. En Rok is heel stout, want ik moet zijn haar vastmaken en dat mag niet. Hé, Rok? Hij heeft trouwens een beeldig setje aan voor ik de vraag krijg van Zara gewoon. Maar dit is ook het enige leuke wat ik kon vinden. Hè? Ondertussen staat de hele gang vol. Sorry, neighbors. Voor de picknick. Van Nori Picnic. En het thema is dus, zoals je een beetje kunt zien, crème. Dit gaat allemaal naar het balkon straks toe. Dat is zeggen, het is zo gedaan een picknick opstellen. Nou, het is heel veel werk. Zo zie je maar weer. Oké, we zijn nu nog alles te klaar aan het maken. Of we? Nori. Ik doe helemaal niks. Hoe leuk. Leuk, het is gedaan door Nori Picnics. Ik heb mijn naam vast. Hallo, Sharon. Hoe enig. Al die bloemen, naambordjes, alles matching, zilver. En we krijgen nu ook heerlijk eten. Dus dat gaan we nu neerzetten. Can't wait. En het heerlijke eten. Oh, ik kan niet wachten op de burrata. Al die heerlijke hapjes worden nu ook op tafel gezet, girls. Zo, het eten staat ook op tafel. We zijn ook lekker aan het feesten. Dat is lekker. Dit ziet er toch echt geweldig uit. En toen waren we bijna jarig. Ja, wij zijn 28 jaar geworden. Normaal gesproken zijn we helemaal hot to the boat en hebben we echt heel veel mooie grote cadeaus voor elkaar. Maar dit jaar piercing. Ja, we hebben gisteren dus de piercing gezet. Ja. Maar we hebben het later gedaan. We hebben lekker 9 mei, dat nog gefilmd, een koor. Ja, een heel klein stukje. Heel klein stukje. Ja. We hebben eigenlijk met Romee, Daan, onze ouders en natuurlijk onze vriendjes lekker bij een koor gegeten voor ons verjaardag 9 mei. We hebben echt nog nooit zoveel gegeten. We hebben echt wel 6 gangen tot het was echt bomvol, maar echt super lekker. En eigenlijk hebben we het met vriendinnen 13 mei gevierd. Ja. Bij mij thuis, of bij ons thuis, op het dakterras. Nou, niet dakterras, balkon. Mama. Nou, ik vind het wel groter als een balkon. Nou ja, op het balkon met een heerlijke picknick. Mama. Met een heerlijke picknick, wat door Nori Picnics is verzorgd. En we hadden ook heerlijke salades. Van sea salads. Ja, nou, dat was echt. En het weer was hartstikke mooi. Dus het was echt een super veel mazzel. Hele gezellige dag was het eigenlijk. Of een lunch. Ja, ja nu, tegenwoordig ga je helemaal uit. En helemaal hotel de boten ga je helemaal tot laat. En nu eigenlijk geniet je gewoon van een lunch met je vriendinnen en familie. En het was echt heel gezellig. Wat Jill al zei, het was mooi weer. We hadden lekker eten. Niet iedereen kon erbij aanwezig zijn. Sommigen waren op vakantie. Maar desalniettemin was het echt wel heel gezellig om ons verjaardag te vieren. Zo, Jill en ik zijn natuurlijk jarig geweest en we gaan elkaar deze piercing. Maar we hebben dan wel in het wit goud. Want geel goud net too much. Jill is helemaal nervous. En ik niet. Nou, wel een beetje. En dan gaat hij hier. Love it. Schoonmaken. Voor de piercer. Neusje in het buit. Die pennen die buiten aan en dan komt. Dus nog weer die pennen die buiten aan. Dat was hem. Heel pijn, hè? Nou, het is niet die steek die je bij je borsten hebt, maar meer echt duwen. Kijk! Oh, hoe beeldig! I love it. En deze heb ik even laten vervangen. Die had ik al. Hoe schattig, mijn hele oor is rood. Maar ik vind het echt enig. Zo haat hij. Maar daarna vind je het enig. Ik vind het enig. En maar voor Landa. Leuk zelf van onder. Heb je het met mij ook zelf van onder gedaan? Nee. Oh. Ik heb jou nog een beetje mooi gepakt. Oh, una dos tres. Zo, nou bij jou ging je wel in één keer. Mazzel, laar. Ja, onwijs mazzel. Jezus. Hij zit al. Ik heb je letterlijk nu 40 seconden aan het filmen. Gaat oren.
Dat is wel echt beeldig. Ik haat het, ik haat het. Sorry, Mike belde, maar ik wilde niet je hand loslaten. Mag ik niet je hand loslaten? Daar zit al. Ik zit al, ik ben klaar, ik ga alleen even komen. Ik ga heel erg weg. Wat een hel. Oh, het, kijk hoe enig. Twinning. Maar hoe leuk als je gewoon je haar gewoon zo hebt, dat je gewoon een puntje hebt. Ik heb een paars oor. Dat is zo'n rood oortje. Ik vind het wel heel mooi. Hè? Nee, zo, hou op. Oh, zo, alleen je oor. Ja, dit is dan wel te veel, dit gouden erbij, zo dit. Nee, maar dat is Tiffany wel mooi erbij, maar dat gouden erbij niet. Wij zijn echt super blij met het van Maria Tesh voor alle vragen. Op het moment was ik zeker niet blij. Ik vond het, jij vond het echt heel veel pijn doen. Nee, ik vond het ook pijn doen, maar meer een duwgevoel. Ik vond mijn pijnlijkste piercing tot nu toe. Maar en ik heb ook wel echt een stuk kraakbeen, hè? Ik wil even niet. Maar ik vind het echt enig. Ik heb nu alleen maar mijn haar vast, omdat ik hem wil laten zien zo. Oh, show off. Nee, maar ik heb hem aan deze kant al mijn haar geflipt naar die kant. En we hebben dus in Amsterdam gezet in de piercing boutique. Dus nu even een pop-up. Weet je eigenlijk hoe lang ze daar zitten? Ik heb het niet. Normaal gesproken zitten ze gewoon in Nijmegen, maar dat vonden wij echt te ver rijden. En we zijn nu helemaal happy. Romee is op vakantie en die wilde meteen met ons ook een piercing zetten. Dus we gaan nog een keer terug. En dan moeten we even nog ergens een plekje bedenken waar ik nog een piercing ga zetten. Ik zie Mike aankomen lopen via het raam. Oh. Dus wij zijn super blij met de nieuwe piercings. En wat gaan jullie zien in de volgende week vlog? Heel veel events. We zijn bezig met een nieuwe collectie te shooten. We gaan naar Londen. Ja, dus ga je voor onze nieuwe collectie voorbereidingen. Dus we zullen wel wat sneak peeks voor jullie delen. Ja, en voor alle vragen. Wij hebben vandaag allebei de Olly top aan. Roze en creme. Love. Fijne.